Welkom, hier zijn we weer bij het voorleesuurtje van de Stadsoeven. Hopelijk de volgende keer live, maar nu nog even via de filmpjes. En we gaan lezen uit de volgende boekjes. Een boekje uit de oude doos van opa en oma. En een verhaal uit Floddertje. En Lente met Muis. Eekhoorn in de lente. En ook nog Bobby verkleedt zich. Gedichtjes. April, mei, juni. Mei. Oh, wat is het koud vandaag. Regen tikkelt langs de ruiten en de mensen lopen buiten. Diep gedoken in hun kraag en ze denken, was ik maar thuis. In het boompje voor ons huis, naast het paadje, zitten mussen zij aan zij op een rij. Net als kralen aan een draadje. En ze chilpen, hoor je dat? Wat een kou, wat is dat nat? Mei, hoe kom je erbij? Denk je soms dat het lente is? Lieve mus, dan heb je het mis. De bomen hebben zich lelijk vergist, net als jij. Maar wij weten te goed hoe het eigenlijk moet in mei. Ze hebben gelijk, die kleine mussen. Maar ondertussen, als ik op de kalender kijk, dan is het toch mei al haast voorbij. Vol groene blaadjes staan boom en struik, maar wij gaan slapen met een kruik. O lieve lente, leef je nog? Wat doe je toch? Lente. Lente is opeens gekomen, zomaar midden in de nacht. Niemand was erop verdacht. En opeens staan alle bomen vol met witte bloesempracht. Zoemend zweren kleine bijtjes, af en aan en heen en weer. In elk nestje liggen eitjes, altijd meer. Bloemen komen in de hagen, alle dagen. Springen nieuwe knoppen open, kuikens komen uitgekropen. Lammetjes met malle sprongen, buitelen door het malse gras. En een kleine jongen loopt nu zomaar zonder jas in de blije zon te zingen met zijn handjes vol seringen. Lente met Muis. De moestuin. Zaadjes planten, water geven. Beer, nu gaan we het beleven. Waar is het schepje nu toch weer? Help eens even zoeken, Beer. In de emmer of onder de pot? Hela, spin, ik schrik me rot. Je kunt wel wat draadjes maken voor die grote bonenstaken. In de kas onder de blaadjes groeien heerlijke tomaatjes. En in de hoek waar bijtjes zoemen, groeien de eerste lentebloemen. Grote schoonmaak. Hier moet het liggen, even zoeken. Bezems, lappen, oude doeken. Vier sponsen en een stukje touw. Twee voor mij en twee voor jou. Beer, wat vind je van mijn schoenen? Die zijn om de vloer te boenen. Schaatsen door de grote hal. Gekke muis, doe niet zo mal. Zwieren, zwaaien, muis, pas op. Plens, daar valt de emmers op. Ach, roept muis, dat maakt niet uit. Zo ziet het er nog schoner uit. Floddertje. Het verhaal Moeder is ziek. We mogen niet in de slaapkamer, zei Floddertje. Moeder is ziek en de dokter is er en de zuster ook. Maar ik weet wat. We gaan iets lekkers klaarmaken voor moeder. Kom mee, smeerkees. Tomatensoep, daar houdt moeder zo van. Floddertje pakte een blik uit de keukenkast en nu de blikopener. Jongen, wat een moeilijk werkje, maar het lukte toch. Floddertje deed de soep in de pan. Het is een beetje klonterig, zei ze. Ik neem even de mixer. Ze wist best hoe dat moest. De mixer in de pan en dan op het knopje drukken. Oh, pas op, de soep vliegt de pan uit. Vader kwam binnen en toen kwam de dokter en toen de zuster. Ze kregen allemaal soep in hun gezicht. Stop, laat het knopje los, Floddertje. Die domme Floddertje bleef maar doorgaan. Gelukkig was Smeerkees een heel slim hondje. Hij trok de stekker eruit. Hehe, er was niet veel soep meer in de pan. Maar er was een heleboel soep in de keuken. Alles zat onder de tomatensoep. Arme Floddertje, hoe moest ze dat nou weer schoon krijgen? Vader bromde erg.
Maar hij zei alleen, vooruit allemaal, dweilen, allemaal boenen. Smeerkees hielp ook mee. Geef mij ook maar een emmertje sop, zei de dokter. Nee, ga jullie maar opzij, riep de zuster. Ik doe het wel even. De keuken was klaar en iedereen was schoon, behalve Floddertje en Smeerkees. Vader kwam met de tuinslang en daarna mocht Floddertje een bordje tomatensoep brengen bij moeder. Lekker, zei moeder. Eekhoorn in de lente. Het is lente, de zon schijnt en het is lekker warm. Aan de bomen groeien kleine blaadjes en er staan bloemen in het gras. Wat ziet het bos er mooi uit. Eekhoorn hoort de babyvogeltjes piepen. Hij wordt er blij van. Hij wil buiten spelen. Eekhoorn loopt vrolijk door het gras. Hij gaat op zoek naar een speelkameraadje. Wie wil er met hem spelen? En kunnen jullie thuis de rups vinden? Er is een rups verstopt op elke bladzijde. Verderop in het bos komt Eekhoorn de familie Everzwijn tegen. De kleine everzwijntjes zijn heel nieuwsgierig en rennen alle kanten op. Hallo Everzwijn, wil je met mij spelen? Vraagt Eekhoorn. Natuurlijk Eekhoorn, we spelen tikkertje, speel je mee? Everzwijn holt achter zijn broertjes en zusjes aan. Tjonge, zucht Eekhoorn, jullie zijn wel heel druk. Ik speel toch liever een rustig spel. Dag Everzwijntjes. En zien jullie de zwarte spinnen? Welke spin is druk en welke is rustig? In het park woont de familie Muis in een muizenhol. De kleine muisjes spelen verstoppertje. Hallo Muis, wil je met mij spelen? Vraagt Eekhoorn. O, lieve Eekhoorn, jij bent zo groot, piept Muis. En wij zijn heel klein. Wij kunnen ons veel beter verstoppen. Volgende keer spelen we een ander spelletje samen. Dag! Zie je de grijze konijnen? Welk konijn is groot en welke is klein? In het weiland zit Ooievaar boven op een paal in haar nest. Hallo Ooievaar, wil je met mij spelen? Roept Eekhoorn naar boven. Maar jij bent zo laag. Als we samen spelen kan ik er niet bij, kleppert Ooievaar. Ik moet hier hoog op mijn nest blijven zitten om mijn eieren warm te houden. Ik kom een andere keer weer spelen hoor. Zie je de blauwe zwaluwen? Welke zwaluw vliegt laag en welke vliegt hoog? Op de boerderij ziet Eekhoorn de familie varken. De kleine biggetjes spelen met modder. Hallo biggetje, wil jij met me spelen? Vraagt Eekhoorn. Hoi Eekhoorn, kom maar lekker bij ons in de modder rollen. Dan word je net zo vies als wij, knort biggetje vrolijk. Nee, toch maar niet, stamelt Eekhoorn. Ik denk dat ik liever schoon blijf vandaag. Veel plezier. Zie jij de witte kippen? Welke kip is schoon en welke is vies? Aan de takken van de boom in de tuin groeien bloemetjes. Wat mooi! Schildpad staat op een grote steen bij het water. Hallo schildpad, wil je met mij spelen? Vraagt Eekhoorn. O Eekhoorntje, jij bent veel te snel voor mij en ik ben zo langzaam, zegt schildpad. Ik blijf liever rustig op mijn steen zitten, lekker in de warme zon. Dag Eekhoorn! Zie je de bruine hondjes? Welk hondje is snel en welk is langzaam? Als Eekhoorn langs de vijver loopt, komt Goudvis tevoorschijn van onder een lelieblad. Hallo Goudvis, wil je met me spelen? Vraagt Eekhoorn. Ja hoor Eekhoorn, spring maar lekker in het water. Als je mee komt spetteren, word je ook nat, roept Goudvis. Ik denk dat ik vandaag toch liever droog blijf, zegt Eekhoorn. Ik spetter een andere keer wel met je mee. Dag, Goudvis. Zie je de gele eendjes? Welk eendje is droog en welke is nat?
Eekhoorn wil zo graag met iemand spelen, maar hij heeft nog geen speelkameraadje gevonden. Hij komt weer aan bij zijn boom in het bos. Zijn lange staart zwaait achter hem aan. En dan ziet Eekhoorn een korte staart terugzwaaien. Het is Das. Hoi Eekhoorn, ik was naar je op zoek. Wil jij met mij spelen? Natuurlijk Das, lacht Eekhoorn. Ze spelen en rennen samen door het bos. Wat hebben ze veel plezier op deze mooie lentedag. Zie jij de roze regenwormen? Welke regenworm is lang en welke is kort? Bobby verkleedt zich. Opzij, opzij, zo snel je kan. Bobby is een brandweerman. Hier is Bobby Hoplakee. Hij is een clown. Wie doet er mee? Ahoy, roept Bobby naar zijn maat. Ik ben Bobby, de piraat. Kijk, zijn pet is rood van kleur. Bobby is de conducteur. Zie je Bobby op zijn paard? Een echte ridder met een zwaard. Heb je koorts of heb je pijn? Dan moet je bij de dokter zijn. Auwoe, wie komt eraan? Bobby is een Indiaan. Zeg het maar, wat lust jij graag? Want Bobby is de kok vandaag. Paddenstoel en muizenhaar. Bobby is een tovenaar. Wie gaat varen in een doos? Dat is Bobby, de matroos.